In deze groep verschuilen zich de grote tenoren. In het peloton geeft Farazijn het tempo aan, gevolg hergroeperingen, maar ook weer verbrokkeling. Op het programma veel heuvels, maar ook een egeltje, de Berendries. Viermaal moesten de renners erop en erover. Hier wordt de nummer 53, Geert van Bond, ingerekend aan de voet van de helling. Van Bond had tot 30 seconden voorsprong kunnen pakken, maar de man uit Brabant geraakt de moeilijkheden en valt eraf. Uiteindelijk krijgen we een kopgroepje van vier met Danny van Steenbergen, Wim Verbeek, Stefan Enberg uit Henegouwen en Peter Farazijn. Hij houdt van het zwaar. Bij de klimming van de Berendries op 20 kilometer van de aankomst spurt Peter Farazijn weg. Een flitsende demarrage zegt dat wel. Maar de aanval wordt met een krachtige counter van Patrick van Roosbroek beantwoord en wegkans. En zo rijden ze Zottegem binnen en de sfeer wordt nerveus. De voorsprong van de vier volgde voortdurend een soort jojo-beweging, nu eens 20 seconden, dan weer 40 seconden. Peter Farazijn heeft het nog eens geprobeerd, maar hij is eraan voor de moeite. Farazijn heeft al een klassieker op zijn naam staan, 3 kilometer van de finish. Dit keer heeft Patrick van Roosbroek het geprobeerd. Niemand slaagt erin om hem bij de lurven te grijpen. Farazijn doet nog een poging, maar de vogel is gaan vliegen. Tweede wordt Peter Farazijn, derde Stefan Enberg en vierde Wim Verbeek.